Patrick, je hebt natuurlijk ook van dichtbij meegekregen. Laat ik eerst vragen. De namen in de Limburg onder andere suggereerde Waterreus Henk Vrezer. Is dat een goede oplossing? Die gaat het zeker niet worden, kan ik zeggen. Nee? Nee, ja, goed, hij heeft wel... Ramzi. Wie zeg je? Ramzi van PSV. Die had ik nog niet gehoord. Die zit eigenlijk in hetzelfde klasje als bijvoorbeeld Maurice Verberne in de opleiding. Ja, goed. Ik denk dat ze in elk geval gaan voor een jonge trainer. Dat is mijn gevoel. Een trainer die een frisse kijk op voetbal heeft ook. En niet bij de, zeg maar, oude hap terechtkomen. Hè, bij Vrezer, bij Hofland. Gasten die nu ook een deuk hebben opgelopen. Vrezer met dat incident bij Utrecht, Hofland ontslagen. Bij Willem II. Nee, ik denk dat ze voor een andere keuze gaan maken. Een laptoptrainertje? Oh, dat weet ik niet. Maar wel iemand die dicht bij de speler staat. En een nieuwe naam. En wat Streppel betreft, ik denk echt wel dat Streppel gevoeld heeft dat het de verkeerde kant op gaat met Roda. Kijk, hij heeft 2 jaar best aardig gedaan, denk ik. Het play-offs gehaald. Maar ik zag nauwelijks nog progressie. Roda speelt veel te wisselvallig. En met het materiaal dat ze op dit moment hebben, moeten ze gewoon veel beter kunnen doen. En dat ze op dit moment de slechtst geclasseerde Limburgse club zijn na MVV en na VVV, met de selectie die ze nu hebben, dan moeten ze zich echt toch wel een beetje verschamen, vind ik eerlijk gezegd. Dus Streppel heeft in mijn ogen dit seizoen echt niet goed gedaan. En er komt ook steeds meer kritiek vanuit de achterban. En dan krijg je een aanbod vanuit Helmond, de club waar hij altijd geweest is. Ja, dan is het natuurlijk 1-1 is 2. Voor 5,5 jaar